Er kwamen nogal wat comments over, zou je hem eens even uit elkaar kunnen zagen? Gaan we nu doen. Hartstikke idee. Dat was hem. Doormidden gezaagd, gelijk het probleem met zagen, krijg je heel veel zaagslijpsel. Dat kun je wel zien. En nu gaat het eigenlijk om ja, wat hier binnenin zit. In deze smalle ja, gangetjes. En eigenlijk, ik zal eerst eentje proberen iets groter te maken hier. Ja, er zit allemaal van dat wittige, bruinachtige spul in. Hij zit in ieder geval, ja, daarom vervangen hem natuurlijk ook. Hij zit hartstikke dicht, dit ding. Er komt gewoon geen vloeistof meer doorheen. Hier kun je het misschien nog wat beter zien. Ja, het is heel slecht te zien natuurlijk. Maar eigenlijk, je ziet gewoon dat hier allemaal rommel in zit. Hier de kleur van de koelwater. Hier zie je wel, de kleur is een beetje, hoe zal ik het zeggen, dit spul wat hier nu in zit. Het is niet meer mooi rood. Lastig te zien. Ja, hij zit dicht, 100 punten. Een ding voor, zoals ik al vaker zeg, de eeuwige jachtvelden. Dat was even de oude kachelradiator doorgezaagd. Net wat ik zeg, het is heel fijnmazig. Het zijn niet zulke knalen, maar het is maar zo dun wat je ziet. Dus ja, als er iets verstopt zit, en vooral omdat het het eerste is waar de koelvloeistof doorheen gaat, van je motor gelijk naar die kachelradiator toe. Korte kringloop daar zo meegenomen. Het is het eerste wat verstopt raakt. Zit er een probleem in je koelwater, wat waarschijnlijk ook het probleem zou zijn of was, dan gaat hij er gelijk aan. Goed, nou bedankt, tot ziens, ciao.